Hallo kijkers van Gewone Vis. Tof dat jullie allemaal weer kijken naar weer een nieuwe video. En in deze video is het een ander soort video. Maar in deze video ga ik jullie uitleggen hoe je gratis Sims dollars en al die shit krijgt bij Sims Freeplay op je telefoon. Dat laat ik vandaag zien. Hier zijn we in Sims. Dit is mijn eigen Sims account dinges. En je ziet hier dat ik alles oneindig heb. Als ik iets koop, dan blijft het gewoon zo. En ik ga jullie vandaag uitleggen hoe dat moet. Oké, mensen, we zijn hier nu bij de site aangekomen. Het is nog wel eventjes één dingetje dat als je deze downloadt, dat je dan niet als het goed is verder kan met je oude. Nou, tenminste, je downloadt nu een app. En ik zal het eventjes hier laten zien. Sorry, het scherm zit nu een beetje verkeerd. Maar je hebt hier de gehackte versie, niet de normale. Maar je kan dan dus niet op de gehackte versie met je normale. Dus je moet een nieuw account maken. Maar oké. Maar hier zijn we dan dus bij de site. Het linkje staat hieronder in de beschrijving. Dit werkt trouwens echt, mensen. Ik ga echt niet liegen. Maar wat je dus gewoon doet is, je drukt op downloaden. Moet wel via je telefoon. Je drukt op downloaden. Dan gaat hij maar als goed downloaden. Zo, bijna. 88%, 90%. En dan heeft hij hem als het goed is. Ja, hier openen. En dan. Waar de fuck staat hij? Is dit hem? Nee. Als het goed zou die dan hier moeten staan. Alle downloads. Oké, overnieuw downloaden. Oh mensen, hij downloadt hem niet, omdat ik hem al heb gedownload. Maar als je erop drukt, dan ga je dus naar je downloads. En dan kom je daar bij dat wat hij gedownload heeft. En dan kan je die app downloaden. En dan krijg je dus dit. En dan kan je dus een nieuw account maken. En dan heb je dus dit allemaal. Nou, niet dit huis, maar je begint dan overnieuw. En dit heb je dan oneindig. In ieder geval wil ik jullie bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie hem leuk. Geef dan een blauw duimpje. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later.